Het vuurwapen dat Tristan van der Vlis gebruikt om in het Alphense winkelcentrum de Ridderhof een bloedbad aan te richten, mag niet meer verkocht worden. De overheid geeft er geen vergunningen meer voor uit. Onervaren sportschutters mogen niet meteen alle soorten wapens gebruiken. Ze moeten eerst laten zien serieus interesse te hebben in de schietsport. Alle verkeersborden moeten uit Midden-Delfland verdwijnen. Althans, als het ligt aan wethouder Ronald Fuik. Hij gaat onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. De borden veroorzaken volgens hem een rommelig straatbeeld. Het is volgens hem geen 1 april grap. Kunstverzamelaar en multimiljonair Joop van Kaldenborg wil een nieuw museum beginnen in Wassenaar, op landgoed Voorlinde. Kaldenborg heeft onder meer werken van Andy Warhol, Damien Hirst en Tempian Wolf in zijn collectie. De ondernemer betaalt het museum uit eigen zak. Het nieuwe museum zou in 2014 open moeten gaan. Jeroen Toko en Ali Boussabon vertrekken aan het eind van dit seizoen bij ADO Den Haag. De aflopende contracten van beide spelers worden niet verlengd. De club wil wel verder met Christian Choupo-Sepa en Charlton Vicento, die op korte termijn hun contract gaan verlengen. Verder heeft de Haagse club interesse in Excelsior middenvelder Roland Alberg.